Hey, goedemorgen en welkom bij deze eerste vakantievlog. Het is vandaag dinsdag 18 juli en het is eigenlijk nog nacht. Het is nu 3:50 en ja, ik ben eigenlijk echt nog een beetje moe. Maar ik ben net helemaal gedoucht. Ik ben om 9:30 opgestaan en ik heb mijn haar gewassen en zo. Want ik ben helemaal vertrekklaar om op reis te gaan. Wij vertrekken binnen een klein uurtje ongeveer voor 2 weken naar Corsica. En we moeten vandaag de hele dag rijden en dan morgen 6 uur met de boot. En dan nog 1,5 uur ongeveer rijden tot aan ons huisje. En ja, ik heb eigenlijk echt super veel zin om er naartoe te gaan. Want Corsica is echt een heel mooi eiland en zo. En ik kijk er ook al lang naar uit. Mijn stem is ook een beetje brak, want ik ben nog niet zo heel lang wakker. En het is dus ook nog heel vroeg. Ik ga even mijn reisoutfit laten zien. Dit is wat ik aandoe. Als eerste een donkerblauw t-shirt van de America Today. Dan een licht jeans flodderbroekje van de... Geen idee waar ik dat gekocht heb. En dan sleffers. Deze zijn van Havaiana, zo... Met een printje erop. Ik vind ze echt super mooi. En dan heb ik ook nog deze khaki trui die ik overaan ga doen. Zelfs in de auto als we vertrekken. Want nu is het nog even te koud om zonder trui te gaan. Ik ga nu even de laatste dingen hier in mijn kamer doen. Zoals mijn bed opdekken, raam openzetten en alles nog. Zien dat ik echt alles bij heb. En dan ga ik naar beneden, wat cornflakes eten en zo. En dan gaan we zelfs vertrekken. Het is nu de volgende dag, namelijk de 19e, de woensdag. En we zijn nu in een hotel. En we hebben hier 1 dag, ja, overnacht, al zeg maar tussenstop, overnachting. En het is nu 7:45 en ik ben net uit de douche geweest. Mijn broer staat nu in de douche. En wij hebben met 2 een hotelkamer, want mijn ouders die slapen een verdieping boven ons. Dat was wel chill. En ja, ik heb gisteren niet zo heel veel gevlogd in de auto. Ook niet, omdat, ja, ik weet niet, ik was altijd mee bezig of zo. Maar ik heb wel alleen een paar stukjes gefilmd. Vandaag moeten we om 12 uur vertrekken met de boot. En dan moeten we tot 6 uur ongeveer op de boot. Ja, dat is dan zo'n overzetboot van Toulon naar Ajaccio. Zo heet het, denk ik. En dat is dus 6 uur. En daar is ook een zwembad op die boot en zo. Dus dat is eigenlijk ook kei graaf. Maar ja, ik weet nog niet of ik ga zwemmen. Dus dat gaan we vandaag doen. En we gaan bijna ontbijten. Om 8:30 zijn mama en papa beneden moesten zijn. Dus dat gaan we doen. En ja, voor de rest, ik zal jullie even onze kamer laten zien. Het is misschien ook wel tof om even te zien. Dus dit is de deur. En als je dan binnenkomt, dan is dit zeg maar een view. Hier naast mij is de badkamer, maar die ga ik zo beet filmen. Dan is hier een spiegel. Kastjes, waterkoker en zo, kapstokken. Bed zijn hier. En tv en zo. En dan hebben we eigenlijk nog wel best een mooi uitzicht. Allee, best een mooi uitzicht. Hier zijn we allemaal parking en zo, maar daar is dan wel zo'n mooie berg. Dus ja. Dat was nog wel mooi om te zien. En ik zal dan zelfs de badkamer even laten zien. En dan gaan we daarna ontbijten en naar de boot. En dit is de badkamer met een douche. En een grote spiegel. Thank you.
Goedemorgen. Het is vandaag donderdag de 20ste. En het is nu 11:30 ongeveer, denk ik. En we gaan, Sebes, Mees en ik, naar het zwembad hier gaan. Want mijn ouders en Harry zijn even naar de winkel. Maar ja, we wouden niet mee. Want het is hier vogelgevecht of zo. En ik wil niet focussen. Ik heb me net ingesmeerd, mijn bikini aangedaan. En heb ik deze jumpsuit daar even over aangedaan. Omdat we nog naar het zwembad moeten wandelen natuurlijk. Maar wauw, kijk even guys. Hoe mooi is het uitzicht hier en daar. Dat daar... Dat is de zee, dus die kunnen we van hier zien. En het is hier echt super mooi. Het is ook echt super warm en dat is echt super tof. Maar we gaan dus nu naar het zwembad en ik zie jullie dan straks. Dit was mijn eerste vakantievlog van dit jaar in Corsica. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Als dat zo was, doe deze vlog dan zeker een duimpje omhoog. Ik zou het echt super leuk vinden. En vergeet ook zeker niet te abonneren. Het is helemaal gratis. En zo mis je zeker niet mijn volgende Corsica vlogs. En ik zie jullie heel graag binnenkort weer. Doei!